Kijk, de boer. Doe je stik altijd moerenkeertsen? Elk weekend? Ja, elk weekend. En wat doe je voor het moerenkeertsen? Trainen op tonsje en wedstrijden. En zit ook in die topgroep? Ja. Wat houdt dat in, die topgroep? Ja, dan als naar de Europese kampioenschap met zo'n vooraan. En dan zit het een beetje beter in. En heeft een vriend hier met de Europese kampioenschap mooi? Dus ook wist eigenlijk nou weer van had het toernooi er komt van om daar weer mooi te maken. Ja, echt wel. Wat heeft het van die prestaties mooi veel keertsen te mooi zijn? Of mooie keertsen? Beter mooi tussenspul. Je bent sneller en ja, ik is mijn beide handen. En wat voor voordeel is dat dan? Merk je dat dan op het field ik? Dat is mooi en links en rechts doet? Ja, het is wel heel verschil. Ja, het gaat beter. Het is gewoon het gevoel van dan dwars ik maar de oren gewoon te slaan weer als het normaal moest last. Ja. Doofiest moerenkeersen ook heel mooi? Ja. Mooier als het fieldkeersen of net? Boy, dat vind ik heel leuk. Oké, nou een grote succes. Ja, dankjewel. Pieter van der Schoot is Europees moerenkampioen. Wat doet dat het moerenkeert? Train één keer in de week en snel als wedstrijd. En die snel als die wedstrijd, wat houdt dat dan ongeveer in? Competitie tot met december, januari en dan vrij formatie. Heeft een vrij formatie maat met moerenkeertsen? Ja, met mijn broer. En hoe gaat dat dan? Gaat dat goed? Ja, hij zeurt soms wel spullen, dus dat gaat wel goed. Dan ben je vriend hier Europees kampioen geworden. Zit er meer om vast dat je met weer naar een toernooi kan maken? Nou, ik weet het. Volgens mij was ik gewoon in de topgroep zit ik nou. En die gaan volgens mij sowieso wel terug naar EK. Wat houdt dit voor het gewone fieldkeertsen van die in? Heeft dat ook een voordeel? Ja, beter voetwerk en de pistool beter instaan en zo. Wat is dan het verschil om links en rechts te slaan? Merk je dat in het gewone spul? Ja, mooie rustjes om het te slaan en slaan. Wat doe je er nou eens nog gewoon sporten? Voetbal en tennis. Dus dat bleef heel actief? Ja, zeker. En dat moet resulteren in prestaties op het veld? Ja. Het mooie keertje voor jou is dat eigenlijk de nummer 1 of de nummer 2? Keertje is nummer 1 en mooie keertje is nummer 2. Bedankt en trots succes. Ja, bedankt. En zo komen we nog een enthousiaste moerenkeertje zien, à la Nicolai. Wat vind je van het moerenkeertje? Nou, ik vind het gewoon hartstikke leuk, het is gezellig en ik krijg dan een balgevoel van het veelkeertje. Dus het eigenlijk vanaf het begin in oktober weer gelijk met moerenkeertje? Ja. Om het gevoel te houden in de bal? Ja, ik vind het gewoon een leuke sport en dan hoort dan een balgevoel. Zo. Is het de snelheid van het spel wat zo mooi maakt voor jou? Ja, techniek en snelheid, ja. Maar het is wel cool en bijwerzen. Maar het is net all-out. Ik zou dat ik moest een oranje shirt om. Dat betekent dat je in het Nederlands team zit? Ja, ik heb een zin. Twee lief volgens mij. Of één hier. Ik mooi niet meer de Europese kampioenschap. En dan zit ik bij de topgroep. Wat houdt het voor jou in die topgroep? Ja, wat het niveau eigenlijk gewoon bij ook wel wat, want anders is het de eerste keer het verschil qua training. Ik denk dat je het geen stand meer staat. Dat is juist wel, maar elke keer kan dit wel doen, he? Van de mindere keer en de goeiere keer. Wel ja, dat is wel mooi. Wat voor voordeel heeft het meer voor jou voor het fieldkeersen? Nou kist ik beter onder hoor eigenlijk slaan, dat valt wel op. Er is meer ballen erbij en dat is mooi. Dus dat doet het even een stuk training voor het simmerkeer? Ja, dat denk ik wel een beetje, maar ik wil gewoon voor de leuke schieten. Oké.